een erg, stereotype voetballer. Nee, ik waar ben is je Rolex? Helemaal niet zo. En waar is je Balenciaga trui? Waar zijn je Louboutins? Ik zie ze niet. Zit in mijn huis. Oké. Oké. Ja. En waar komt die mentaliteit vandaan? Ik denk van thuis uit. Ja? Ja. Heb je nooit bezig gehouden met merkkleding, dure auto's? Ik ben eigenlijk, in dat opzicht ben ik heel saai. Ben ik heel saai. Oké. Ja, ik ben ja, mij pak je daar niet op. Hm. En ook als iemand tegenover me zit en die komt aan in een Ferrari en die heeft 3 Rolexen om. Ja. Maar is dat nooit jouw doel geweest? Het is ook niet mijn doel geweest. Want je ziet heel veel boys uit mijn omgeving dan, die zeg maar de stap willen maken naar het profvoetbal. Het eerste wat ze doen, als het zou lukken, is meteen dure trui, dure broek, dure schoenen, salaris op. Ja. En dan, hele maand niks hebben. Nee. En dan ga je de volgende maand weer verder. Ja. Maar jij hebt dat niet gehad. Nee, heel herkenbaar. Echt. Ja, heb je dat ook gezien bij Ajax, et cetera? Nou, bij Ajax heb ik het gezien in die mate. We konden natuurlijk allemaal een leaseauto krijgen. Mm-hmm. En heel veel jongens die namen natuurlijk een Mercedes. Begrijpelijk. Ja, ik heb dat toen niet gedaan. En ik bespaarde daarin 800-900 euro in de maand uit. Ja. En, heel veel mensen denken dat ze die auto gratis krijgen. Hè? Ja, nee. je moet betalen, hè? Ja, je moet betalen. Goed ook. Ja. Nee, en ja, ik heb een tweedehands autootje gekocht. Ford K hoorde ik van Soufiane. Ford K, ja. K-Nord. Dat je echt denkt van Ajax. Hoe durf je? Weet je wat het is? Ik reed van huis naar Ajax toe. Ik, hè? Ja. 8 minuten rijden. Ja, klopt, ja. Ik mocht die auto, we mochten die auto's toch niet de poort inrijden. Dus ik zet er hem ergens. Maar schaamde je wel of nee, niet? Helemaal niet. Ik dacht echt, ja, ik ben er ook niet gevoelig voor. Oké. Okay. Dat is het misschien. Daarom schaam ik me er ook niet voor. Hm. En achteraf denk ik dat ik het heel goed heb gedaan nu. Want wat heb je gedaan met het geld wat je hebt bespaard? Zeg maar. Want ik hoorde dat je in de vastgoed bent sinds vroeger al zit. Ik, nou ja, vroeg. Mm-hmm. Ja, ik zit er nu al een aantal jaren in. Mm-hmm. Verschillende dingen. Misschien is dat van dat je dat van thuis uit ook meekrijgt. Zit je vader ook in de vastgoed? Of ja, okay. Door mij een beetje. Oh, serieus? Hij was altijd een beetje sceptisch ertegen, keek hij er tegenaan. Mm-hmm. Maar, en dat is misschien een beetje het verschil tussen de. Ik hoop niet dat hij dat ooit hoort. Maar de oude garde en de nieuwe garde. Yeah. Hij had altijd een bepaald beeld. En huisjes melken. Maar goed, het is gewoon business. Yeah. En het is een bepaalde belegging die je doet. En dat geeft op dit moment gewoon een hele stabiele rente. Of rendement, sorry. Ja, maar hoe moet ik het zeggen? Die gedachte die jij toen al had, hè, die is bij mij pas later gekomen. Ja, maar heel logisch. Ja, heel logisch. Maar hoe komt het zo vroeg en ik ga bij niet jou? Zeggen, ik ga niet zeggen, want ik ben echt de laatste die zegt dat ik het goed heb gedaan. Helemaal niet. Mm-hmm. Ik vind altijd mensen moeten doen, dingen doen waar je goed bij voelt. Waar je lekker door slaapt, zeg ik altijd. Mm-hmm. Ik slaap lekker als ik weet van, nou, ik heb een appeltje voor de dorst. Ik heb wat voor later. Ja. Ik moet niet hebben van, ja, in een week heb ik mijn salaris op. Ja, 3 weken... Moet ik nog overleven? Ja, daar voel ik me niet prettig bij. Brood met pindakaas, altijd goed, hè? Droog brood, dan. Ja, ja. Nee, dus je moet doen waar je je prettig bij voelt. Mm-hmm. En aan de andere kant is er ook wat van te zeggen. Hè? Ik bedoel, die andere jongens hebben een Mercedes gereden. Die weten allemaal hoe het is. En die komen er daarna pas achter van, ja, oké, ik heb het gedaan, ik heb het gezien. Prima, achter me gelaten. Ja. Ik ga nu verder. Ja, dat heb ik niet zozeer. Ik heb het niet echt gedaan. Maar ik heb ook, wat ik net zeg, ik heb de drang er ook niet echt naar. En misschien komt dat van thuis uit. Dus meer van, ja, doe maar normaal. Ja. Ik voel me hier prettig bij. Was jij niet, hoe moet ik het zeggen? Had jij niet het gevoel dat jij tijdens je voetbalcarrière veel meer geld kon verdienen dan het vastgoed? Op dat moment, want wat je ziet bij de jongens is, hè, wat ik heb gezien dan, is zij hebben het gevoel
dat het salaris wat ze nu hebben, dat ze dat voor altijd zullen hebben. Wat niet zo is natuurlijk. Maar zij denken ook van, ja, als ik 10 jaar speel, dan heb ik zoveel miljoen. En dan telt dat vastgoedgedoe helemaal niet. Nee, maar als jij een bepaalde levensstijl gewend bent, mm-hmm. en je salaris valt weg, mm-hmm. dan gaat het heel hard. Ja. Ik heb eerst gezorgd dat mijn kosten altijd heel laag zijn. Mm-hmm. Mijn levensbehoeftes. Zorgen dat je niet te veel kwijt bent aan of een auto of een huis. Daar voelde ik me prettig bij. Gaan we winnen. Ja, maar dat is goed. En ik vergelijk het altijd een beetje met een bedrijf bijvoorbeeld. Ja. Je hoort altijd heel veel mensen zeggen van, ja, we draaien zoveel omzet. Ja. Wat is dat? Wat is de winst? Daarom. Ja. Als jij heel veel verdient, maar je hebt hele hoge kosten, mm-hmm. Uitgaves, dan hou je niet, ja, dan hou je wel wat over waarschijnlijk, hopelijk, als je kosten nog laag zijn, maar in vergelijking hou je dan minder over. Ja. En als je dat maar aanhoudt, die bepaalde levensstijl, ja, op een gegeven moment gaat het salaris gaat naar beneden. Ja. Dat is gewoon inherent aan het voetbal zijn. Je moet je geld verdienen in een bepaalde periode. En daarna moet je maar zien wat je gaat doen. En ben je slim en dan weet je van tevoren dat je gaat stoppen. Dan ga je alvast investeren. Mm-hmm. Dan heb je een bepaald inkomen. Maar sommigen komen er ook te laat achter. En die komen dan op een gegeven moment komen in een gat. Yeah. En dat wilde ik voorkomen. Dus dan ben ik er heel snel ingerold. Sterk hoor. Zo'n jonge leeftijd, dat je dat dan al zeg maar, dat je daar al mee bezig bent. Toen ik begon, en ik wist dat ik niet miljonair zou worden. Maar ik was niet bezig met van, hey, stop dadelijk en die nee, duizend maar euro. Maar dat is ook logisch. Je zit in een, ik heb natuurlijk ook bij Ajax gezeten. Ja. En dan gaat eigenlijk alles vanzelf. Ja. En je gaat naar de mooiste toernooien. Als je bij een buitenlands toernooi komt, je bent Ajax. Je wil niet weten wat voor naam Ajax in het buitenland heeft. Hmm. Nog steeds. En nu eigenlijk weer. Ja, klopt. Maar in deze periode ook. Dus eigenlijk alles, je wordt altijd op handen gedragen. En je ziet ook heel veel jongens die hebben er moeite mee als ze Ajax verlaten. Dan komen ze in één keer bij een club waar dat niet meer zo is. Wat begrijpelijk is. Je bent heel begrijpelijk. Ja. Heel begrijpelijk. Maar dat is ook een beetje als je als voetballer stopt. Je bent voetballer, je wordt altijd, je staat altijd in de picture. En dan op een gegeven moment stopt dat. En hoe was jouw periode bij Ajax? Ik hoor je nu zeggen van, het was heel mooi, veel meegemaakt, maar ook dat stopte een keer, snap je? En jij maakte toen de stap naar Sparta. Ja, nou, ik waar heb, we het net al over hadden. Ja, ja. Ik heb één tussenstap gemaakt. Okay. Achteraf op menselijk vlak heel veel geleerd. Waar was dat? Haarlem. Oh, ik heb daar nog stage gelopen. Ja. Nooit meer. Nee. Nou ja, je vult het al in. Oh, dat was slecht. Oh. Ja, het was... Ja. Ja, het was heftig. Goed. Ja, maar waarom ga je van Ajax naar Haarlem? Nou, kijk, wij zaten bij... ik zat bij Jong Ajax. Mm-hmm. En zo, zit er suiker in? Of, volgens mij wel, man. Dan blijf je wakker. Dat wil ik. Nee, ik zat bij Ajax dus. En mm-hmm. Toen was het nog heel erg periode dat als je bij het eerste niet speelde, dat iedereen terugkwam naar het tweede. Oké, ja. En... we hebben het net al eventjes over gehad. Ik vind het spelletje veel te leuk. Dus ik had geen zin om op de bank te gaan zitten. Ik dacht van, ja, ik wil altijd blijven voetballen. Dat vind ik leuk om te doen. Dus ik dacht van, nou, bij Haarlem kan ik dat doen. En het was eigenlijk de planning dat meerdere jongens daarheen gingen, maar op het allerlaatste moment haakten ze af, terwijl ik al getekend had. Sta je daar. Oh, jeetje. Heel veel geleerd, echt waar. Ja? Echt zoals? Waar. Als je daar komt en je komt echt in het volwassen voetbal, mm-hmm. want dat is het eigenlijk. Je zit ook in een team met jongens die kinderen hebben, hypotheek moeten betalen. Schulden, noem maar op. En de club zit zo ver in de financiële malaise, dat je eigenlijk dagen hebt dat je naar training gaat. Van, nou, ik ga lekker trainen. Mm-hmm. Zit je de hele tijd in de kleedkamer te praten over financiële dingen. Serieus?
Jongens die zagen het gewoon niet meer zitten. Die kregen hun geld niet en die hadden een gezin te onderhouden. En die wisten natuurlijk niet waar ze het zoeken moesten. En dan kom je daar als jongen van 18, mm-hmm. van Ajax. Was je trouwens een heel groot talent bij Ajax of viel dat mee? En dat mag je gewoon eerlijk zeggen, hè? Gewoon eerlijk zeggen. Ja, ik werd gezien als heel groot talent. Oké, okay, dan is dat duidelijk. Ja. Dan kom je daar om te voetballen, maar dan heb je het eigenlijk alleen maar over financiële situatie. Ja. Mm-hmm. En dan zit je nog van, ja, ik ben een jongen van 18, ik kom van Ajax, ik krijg mijn geld van Ajax. Dan voel je je ook nog schuldig ook. Ja, ja, het is echt snap waar. Snap ik, ja. En dus dat was best wel hard. Mm. En heel veel van geleerd. Maar zeg je van, doe je het nog een keer? Nee. Nee? Nee. Ik heb er heel veel van geleerd, maar ik zou het niet willen. En zeg maar de begeleiding bij Ajax, hè? Zij hebben je uiteindelijk die kant op laten gaan, naar Haarlem. Hadden zij ook niet kunnen weten van, hé, voor een jongen van 18 is dit niet de ideale stap op dit moment? Of waren ze je liever kwijt dan rijk op dat moment? Weet ik niet. Want ik vind dat wel apart. Als ik bijvoorbeeld jouw trainer was bij Jong Ajax en ik verhuur of verkoop je of je gaat weg naar een andere club, dan zal ik altijd eerst met je meekijken van, hé, waar ga je naartoe? En hoe is het daar? En wat heb ik meegemaakt in die tijd? En ik weet dat als je van Ajax naar Haarlem gaat, dat is van hier naar, ja, hier, misschien nog iets lager, snap je? Je gaat van de top van de top naar echt... Qua organisatie wel. Qua niveau waar je op voetbalt, wil ik dat nog wel... Kunnen we nog over discussiëren. Oké. Okay. Het is een heel ander type voetbal. Je speelt mm-hmm. natuurlijk gewoon in de Jupiler League toen nog. Mm-hmm. En het is gewoon volwassen voetbal. Dat krijg je niet in de beloftecompetitie. Klopt. En nogmaals, wat we net ook al zeiden, bij Ajax word je beschermd. En dat is goed, tot een bepaalde hoogte. Mm-hmm. Op een gegeven moment kom je weerstand tegen. En ga je bij Ajax weg. Ja. En dan moet je maar zien te overleven. Dat is toch wel lastig hoor. Want ik denk altijd, nou, kijk, ik heb geen Ajax-achtergrond of wat dan ook. Dus voor mij was het makkelijk om van club naar club te gaan, omdat ik toch niet verwend was. Nee, maar jullie... komt daarachter. Nou, misschien maak ik het groter dan het is hoor. Maar de ene jongen heeft er meer last van dan de andere jongen. Ja. Maar je gaat het pas zien hoe goed je het hebt daar als je weg bent. Ja. Want je zit in een achtbaan. Eigenlijk bij Ajax. Alles gaat goed. Je mag naar de mooiste toernooien. Je hebt de mooiste kleding aan. Ja. Lease-auto's. Lease-auto's. Je gaat met vliegtuigen overal heen. Ja. Noem maar op. Ja. Maar heb je het gevoel dat je er meer uit had kunnen halen bij Ajax? Denk je dat je het eerste had kunnen halen? Nou, ik blijf erbij. Je hebt altijd een stukje geluk nog. Zeker. Tot een bepaalde hoogte. Ik had alleen de pech, je zal het niet aan me zien nu, ik kreeg later op latere leeftijd groeiprobleem. Ik ook, en ik ben ook niet zo lang, dus ik weet wat je hebt gevoeld. De meeste kregen ze zeg maar in de C'tjes, en ik kreeg hem B'tjes, okay. A'tjes. Yeah. Dat zijn toch wel cruciale momenten. Yeah. Dat wordt echt wel bepaald of je dan of je goed genoeg bent, of je kans kan krijgen, of je door gaat groeien. Ik ben er redelijk uitgekomen, maar mijn lichaam is wel heel erg veranderd toen. Ja? Ja, alles ging moeizamer dan. Ja? Mijn moeder zei altijd, vroeger was je een gummibal, alles. Ik sprong van de hoogste bomen naar beneden, niks aan de hand. Ja. En bij wijze van spreken, nu als ik dat doe, dan breek ik alles af, scheur ik alles af. Ja. Ik snap het. Dus daar moest ik even doorheen. Mm-hmm. En daar krijg je natuurlijk niet alle tijd voor. Want je moet door. Elk jaar is gewoon weer een examenjaar. Maar als je zo'n groot talent bent, vind ik wel dat je... Maar wat is een groot talent? Weet je, prima, maar ze hebben zoveel goede voetballers Ajax. Mm-hmm. En het blijft business. Zo dat zie ik het. Ja. En... jij niet. 10 niet anderen voor jou. En dat is ook logisch. Ik bedoel, ze kunnen niet iedereen te vriend gaan houden. Ja.
En toen je daar weg moest, hè? Toen je te horen kreeg van, hey, het wordt niks, het gaat niet werken. Ja. Wat dacht je toen? Aan welke stap dacht je als eerste? Nou ja, kijk, ik had een zakenbenemer. Mm-hmm. En er was toen sprake dat hij eigenlijk wilde verlengen. Oké. Okay. Met een optie tot huur. Mm-hmm. Of dat ik dan verhuurd werd. Goed. Zakenbenemer, ja, die neem je in de hand. Omdat hij ervaring daarin heeft. En die heeft gezegd van, nee, je moet los van Ajax. We gaan een mooie club voor je zoeken waar je altijd kan spelen. En uiteindelijk ging dat mis. Ja. Om even heel kort samen te vatten. Maar ja, wat ik zelf voor ogen had. Ja, ik had zelf voor ogen. Ga dan naar een andere eredivisieclub. Ja. Train mee. En op een gegeven moment zien ze dat je kan voetballen. En dan krijg je een keer de kans. En moet je hem pakken. En van daaruit ga je weer door. Maar kon jij in die periode naar Bayern München? Ja. Want als ik nadenk, hè. Je speelt nu al wat 10 jaar in de Jupiler League, of hoe het ook nu heet. Of hoe het volgend jaar gaat heten, wat het ook is. Die naam verandert elke keer. Toto Divisie. Je speelt nu al 10 jaar in de Toto Divisie. Stel je was naar Bayern gegaan op dat moment. En je tekent een contract voor 4 jaar. Dan had je waarschijnlijk in die 4 jaar meer kunnen verdienen. Misschien. Dan in die 10 jaar. Ken je München? Ja. Wat is dat? Ik ben er zelf nooit geweest, alleen op het vliegveld. Nou ja, ik ben sowieso geen fan van Duitsland. Oké. Okay. Ik heb het me laten vertellen. Oké. Okay. Het is vrij dure stad. Oh, oké. Okay. Ik heb het me gewoon laten vertellen. Ja. Misschien zeg ik wel iets wat niet waar is. Zou kunnen, ja. Dus ja, en dan gaan we weer. Mm-hmm. Kan ik wel heel veel verdienen. Maar als ik aan een huis moet duren voor 1500 euro, 2000 euro in de maand. Ja. En gaat ook hard. Klopt. Dus, en nogmaals, achteraf is het altijd makkelijk te oordelen. Op dat moment leek ons dat een goede keuze om naar Sparta te gaan. En als ik dan terugdenk, zou ik het misschien weer hebben gedaan. Serieus? Alleen niet, ja, als ik de wetenschap en niet hoe het ging lopen. Hè? Ja, precies. Ja. Maar op dat moment was dat de beste keuze. Maar het liep anders. Het liep anders, ja. Ja. Want waarom is het daar uiteindelijk niet gelopen hoe het had moeten lopen? Als jonge jongen kom je van Ajax, ben je bij Sparta... Ja. Weet ik niet. Nee? Het soms heb je het gewoon niet, hè? Dat kan ook, hè? Nee, een hele goede voorbereiding gedraaid. Noem maar op. En, op een gegeven moment zei hij van, ja, je gaat niet meer spelen. Ja, dan kan je weinig tegen doen. Ja, dat is ook zo. En dan ben ik iemand die zegt van, oké, waarom niet? Weet je, leg maar uit. Mm-hmm. Doe ik wat verkeerd, kan ik dat verbeteren? Ja. En in dat opzicht ben ik dan best wel bij de hand. Oké. Dan zit ik zo met de trainer en dan zeg ik van, nou, weet je, wat doe ik dan verkeerd? Bijvoorbeeld, en dan zegt hij van, nou ja, weet je, je linkerbeen is niet goed. Mm-hmm. Nou, dan ga ik trainen met mijn linkerbeen. Op een gegeven moment, mijn linkerbeen is goed, zeg ik trainen met mijn linkerbeen is goed. Ga ik weer spelen? Maar zo hoort het toch? Zo hoort het ook. Maar op een gegeven moment word je ouder en dan ga je dingen begrijpen. Ja, als ik trainer was, en het is heel naar, maar je moet gewoon eerlijk zijn. Mm-hmm. Maar als die trainer had gezegd van, Tom, luister, op dit moment denk ik niet dat als jij speelt, dat het team het beste gaat draaien. Ik kies nu voor een andere keuze, klaar. Ja. Kan je niks zeggen. Nee. Dat is de keuze van hem. Ja. Hij zegt gewoon van, luister, ik denk dat we met dit team gaan winnen. Ja. Volgende week kan het anders zijn, weet ik niet. Goed trainen, wie weet. Maar dan heb je wel duidelijkheid. Heb je duidelijkheid. Dan weet je waar je aan toe bent. Misschien niet dingen verzinnen. Ja. En wat ik zeg, dan ben ik best wel bij de hand. Mm-hmm. Ik zeg van ja, maar als ik het zo zie, dan is het zo en ga ik er tegenin. En dat is best wel moeilijk. Ja, snap ik. Zeker voor een trainer. Als het dan, gaat ook vrij op dit moment. Als dan een jongen dan naar je toe komt en die weet het eigenlijk beter. Mm-hmm. Denkt het beter te weten, zo moet ik wel goed zeggen. Laten we dat zeggen, ja. Dan kan ik me wel voorstellen dat wrijving geeft. Snap ik, maar aan de andere kant had hij ook kunnen corrigeren en zeggen van, luister. Ja, als achteraf weer, hè? Ja, achteraf. En iedereen maakt fouten. Komen we op trainers. En ik heb een bepaalde manier hoe ik het zou doen als, mm-hmm. als trainer zijn. Ik vind het hartstikke leuk om met kinderen bezig te zijn. Mm-hmm.
oude zaad met hem, die heeft ook allemaal voetbalkampen en af en toe ben ik daar ook. Oh, leuk man. Ja. Dat is allemaal wel leuk om te doen. Maar je hebt zelf gevoetbald. Je hebt heel veel trainers die zeggen continu van ja, luister, dit gaan we doen. Zo gaan we doen. En ik zeg dat we het zo doen. En dan blijven ze ook daar. En dan blijven ze. En gaat het niet goed? 8-0. Gaat het niet goed? Dan ben jij nog de schuldige ook. Terwijl hij zegt hoe je het moet doen. Ze hebben nog net niet zo'n PlayStation controller in hun handen. Klopt. En ja, ik ben dan iemand die gaat zeggen van ja, wat vind jij? Mm-hmm. Kom met iets. Weet je wel, dan kunnen we er samen over nadenken. Bepaalde hiërarchie moet er zijn. Ik bepaal. Ik ben de trainer. Ja. Ik word afgerekend. Maar jij moet het ook gaan uitvoeren. En wij zijn een team. En we moeten samen iets bewerkstelligen. Ja. Dus ik heb jouw input ook nodig. En, maar dat zie ik gewoon heel weinig. Dat zie ik gewoon heel weinig bij ik heb trainers. Dat nog nooit gezien, man. Ja, sorry. Op een gegeven moment word je oud en dan ga je dat zien. Ja. Maar ik heb een kennis van me. Mm-hmm. Die is trainer bij de dames in het handbal. Mm-hmm. En die vertelde ook hoe hij deed. En in de voorbereiding natuurlijk heel veel oefenwedstrijden. En hij liet al die meiden liet die nadenken over de manier van spelen. Mm-hmm. Hoe zouden jullie dit doen? Stel je voor, de tegenstander doet zo, hoe zou je dat doen? Zij moesten eigenlijk zelf de presentaties gaan doen, de wedstrijdbesprekingen gaan doen en noem maar op. En ik heb hem wel eens gezien in een wedstrijd en op een gegeven moment, de laatste minuut, dat hij zei van time-out, wat mag je dan doen in het handbal? Mm-hmm. En dan ging hij zo zitten. Zo, nou, los het maar op jongens. Meiden, in dit geval. Yeah. En dat deden ze dan. En zo zie ik het eigenlijk in het voetbal ook. Ja, op een gegeven moment, als de tegenstander wat andere dingen gaat doen, als trainer, ja, heb je op een gegeven moment heb je geen invloed meer. Nee, zeker niet als je in een groot stadion. Klopt, man. Dus je moet, als team moet je zelf ook gaan nadenken. En als je dan een trainer hebt die constant gaat zeggen van, ja, jongens, dit moet je doen. Ja, dan werkt dat niet meer. Nee. Maar zou jij zelf trainer willen worden? Gewoon echt fulltime, hè? Ik vind het leuk met kinderen te werken. Ja? Ze zijn nog puur. Ik weet nog wel. Dat zou ik nog misschien wel leuk vinden. Ja, ik zeg het nu, hè? Ja. Je bent nog vrij jong, hè? Omdat ik. Dan ga ik het heel zwaar zeggen, maar voetbalwereldje. Ik vind het leuk om te voetballen. Ja. Maar de wereld eromheen vind ik niet. Het is kloten. Je kan gewoon eerlijk zijn. Het is gewoon rotzooi. Ja, ik ben, in dat opzicht ben ik er dan ook wel blij als ik er op een gegeven moment uit ben. Snap ik. Ja. En ik ga niet zeggen dat het ergens anders beter is, dat weet ik niet. Misschien het bedrijfsleven is precies hetzelfde. Ja. Maar dat mag je nog ervaren. Dat mag je nog ervaren. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja, maar in dat opzicht loopt voetbal, dat ik een voorbeeld dan met handbal, loopt dan heel erg achter, vind ik. Ja, qua organisatie. Als je, ja. En ik heb een mooi voorbeeld ook. Weet je nog toen Van Gaal die keepers wisselde voor de penalty? Ja. Iedereen was, oh. Ja, was het goed? Wat is dit? Volgens mij in handbal doen ze het al jaren. Serieus? Ja. Dus eigenlijk denken wij van... Die doen eigenlijk bij elke strafworp. Ja. Wisselen ze gewoon even de keeper. Dat is volgens mij een mentaal dingetje. Ja. En... maar ja, in dat opzicht loopt voetbal gewoon even wat aan. Vind ik. Ja. Achter. En dat komt ook gewoon... Het zijn gewoon koppige mensen die erin zitten. Iedereen weet het beter, hè? Iedereen weet het beter. En iedereen wil de man zijn. Van, hé, hey, ik heb het geregeld. Ja. Door mij hebben we gewonnen. Ja. Maar ik zeg net ook, weet je, het voorbeeld met als je spelers laat meedenken, dan ga je een bepaald traject in. En dat kost gewoon tijd. Ja. Om je ploeg daar te krijgen, om een bepaald niveau te krijgen. En dan moet ik het, dan spring ik wel even een beetje in de bres voor de trainers. Het is natuurlijk wel het wereldje, het voetbal. Je moet zo snel mogelijk wat bereiken. Ja. En het liefst daarna weer door. Want je moet in een bepaalde periode moet je geld verdienen. Dat is eigenlijk als speler zijn en als trainer ook. Zo snel mogelijk goede resultaten en dan weer door. Dus ze nemen niet veel die tijd meer. Je krijgt vaak ook de tijd niet. Nee, ook. Helaas. Ook. Weet je? 4-5 slechte wedstrijden en... Ja, klopt. En dan moet je eruit, man. Maar dat is gewoon de mentaliteit ook geworden in de voetbal. Hoeveel clubmensen zie je? Hoeveel Maldini's, Totti's zie je nog? Weinig, man. Het is gewoon, en dat is ook een beetje, denk ik, en dan gaan we, ik wil het niet heel zwaar maken nu. Uh-huh. Nee. Het leven waar je zit, je moet zo snel mogelijk daar zien te komen. Ja. En wat jij net zegt, je Balenciaga, je Louboutin, ja. En noem maar op. Laat het maar zien, wat je hebt.
zo snel mogelijk geld verdienen, laten zien en hup. Dat is wel zo, hè. En als ik dan kijk naar jouw carrière, hè, weet je, dat je zo lang dus in de Jupiler League hebt gespeeld. We hadden het er net ook al over. Ik had het gevoel bij jou, hè. Als je 4-5 jaar in de Jupiler League speelt en je bent basisspeler en je ziet van er komt geen Eredivisieclub, hey, dan moet je gewoon weggaan. Ja, nou, ik ben en het eerste, mijn eerste gedachte is dan gelijk om het financiële, ja. Natuurlijk, snap je. Maar je blijft daar zo lang zitten. Ik was na volgende ben ik naar Excelsior gegaan. Klopt. Dat was Eredivisieclub. Ja, maar daar speelde je niet volgens mij. Nee, hè? Ja. Ik had iemand voor me en daar was de club gek van. Mm-hmm. Prima, maar goed, daar gaan we weer. Ik heb dat geduld ook niet. En dat is dan misschien de valkuil van mij geweest. Mm-hmm. Ik vind het spelletje veel te leuk. Ik wil gaan voetballen. En ik heb geen zin om 2 jaar op de bank te gaan zitten. Om daarna eventueel die kans te gaan krijgen. En dan denk ik van, nou ja, weet je, dan ga ik wel daarheen. Ga ik spelen. Yeah. Zien mensen me spelen. Dan ga ik daarna wel weer naar. Dus het liefde voor het spelletje is gewoon te zwaar. Het helpt me heel erg. Mm-hmm. Want het helpt me door bepaalde periodes heen. Mm-hmm. Dat je af en toe denkt van, ik stop met voetbal. Ja. Dat zal elke voetballer hebben gehad. Zo. Denk jij ook? Elke dag, man. Daarom. Dat je niet stopt met had voetbal. Ik elke dag. Ja. Dat je denkt van, ja, doe je weer een partijtje. En dan denk je van, ja, het is toch wel leuk. ja, precies. Toch wel leuk. Ja. En dus het helpt me door die periodes heen. Mm-hmm. Maar het kan dus ook een valkuil zijn. Mm. Zo zie ik het. Omdat je ongeduldig bent. Ja. Zie jij jezelf nog in de Eredivisie spelen? Je bent nu 30? Of je wordt 30? 29. Ja. Nee. Nee? Ja, ik zei het je net ook al. Ik zie het wel. Alleen moet iemand je wel die kans geven. Ja. Of, ja. Maar nee. Kans gaat komen? Nee. Ik heb nu een beetje mijn gedachten op. Misschien vind ik het buitenland nog een killer. Oké. Okay. En aan wat zit je dan te denken? Wat voor club? Barcelona. Ja, ja, ja. Ze mogen bellen. Ja. Ze mogen bellen. Ja. Nee, daar gaan we. Of het financieel moet het gewoon heel goed zijn. Mm-hmm. Of, en het liefst wil ik, zou ik een club willen die het een mooi podium geeft. Ja. Of in een mooi land, een mooi voetballand. Of ergens in de hoogste divisie waar je mooie wedstrijden speelt. Het is wel moeilijk, hè? Je komt natuurlijk van NEC, of NEC, hoe ik het ook moet noemen. Moeilijke periode daar gehad, weinig gespeeld. Had ik niet verwacht, eerlijk gezegd, toen je er naartoe ging. Ik dacht van, hé. Hey, ja, in het begin voetbalde ik ook anders. Ja. Alleen de technische directeur werd ontslag. Ja. En zo werkt het in een wereldje. Ja, ja. En dan zit je zo lang op de bank. Ja. Je bent nu transfervrij natuurlijk. Ja. Ook in een kutperiode, om maar zo te zeggen. Je weet niet wat er gaat gebeuren. Dadelijk stopt de competitie weer. Het kan allemaal, snap je? En dan kies je er toch voor om dan zelf je contract te ontbinden. Ja. Ik zou dat nooit doen, man. Ja. In deze periode. Wat ik al zei, vorig jaar? Ja. Oké. Okay. Nu? Ja. Nee, man. Ja, nou ja, dat is... Die koppigheid het misschien weer, hè? Verschil tussen jou en mij misschien. Ja. Ja. Heb je er spijt van of niet? Nee. Nee? Nee, geen moment. Nee? Nee. Maar speelt er wel al iets dat je denkt van... Jawel, en ik heb ook aanbiedingen gehad. Mm-hmm. Alleen ik, wat ik net zei, ik ben 2,5 week geleden ben ik vader geworden. Gefeliciteerd, man. Dankjewel. Ja. En, dus op een gegeven moment, je wordt ook wat kritischer. Mm-hmm. En ik ga niet voor elk contractje ga ik naar het buitenland. Moet je niet doen. Dat heb ik gedaan. Nee. Niet doen. Oké. Okay. Nee. Niet doen. Dan wordt het even bevestigd. Ja. Niet doen. Nee. Wat ik zeg. Of het moet een mooi land zijn. En een mooie leefomgeving. En mm-hmm. een bepaald avontuur aan kan gaan. Of het financieel moet goed zijn. En als dat nou allebei niet komt. Hè? Dan gaan we het anders doen. Ja? Zou jij bij de amateurs kunnen spelen? Als ik het leuk heb. Ja? Ik vind het wel zonde hoor. Maar iemand met jouw kwaliteit. Ja, is ook zonde. Yeah. Vind ik ook. Want vooral de manier waarop. Zeker. Het gaat nu een beetje als een nachtkaars uit. En dat vind ik zonde. Ja. Maar ja, weet je, we kunnen wel weer gaan. In een slachtofferrol gaan zitten, maar helemaal niet. Er komen andere dingen wel weer op mijn pad.
Ga je je dan volledig richten op vastgoed of zou je dan... Nee. Nee? Heel saai gezegd eigenlijk, het vastgoed, ik belegd in vastgoed. Mm-hmm. En ik vind het leuk om af en toe te kijken, om te handelen, dat soort dingetjes allemaal. Ja. Maar verder doe je daar eigenlijk niet zoveel mee. Nee, klopt. Je belegt, je krijgt je huur binnen. Ja. En dan? Dus jij ziet jezelf niet op je luie gaat zitten ergens op Aruba met een cocktail en gewoon chillen. Voor 2 weken in het vakantie vind ik dat prima. Nee, maar op een gegeven moment, daar ben ik nog veel te jong voor. Ja, dat is wel zo. Om te doen. En ik ben daar veel te leergierig ook voor en veel te gretig voor. Ja. Ik vind het leuk om dingen aan te pakken, nieuwe dingen aan te pakken. Situaties te komen waar je moet kijken van oké, hoe kan ik dat beter doen, win-win situaties zoeken, dat vind ik leuk. Oké. En een andere rol in de voetbalwereld misschien zaakwaarnemer, aangezien je hele goede ervaringen hebt met zaakwaarnemers? lastig. Waarom? Ten eerste zit je gewoon weer in het wereldje, snap ik. Ja. En ik heb altijd lopen, sorry voor het woord, dieven op die zaakwaarnemers. Ja. En dan ga ik zelf eentje worden. Kan natuurlijk wel een uitzondering worden. Je kan het beter doen. Ja. Dat is ook waar. Ja. Ik weet het niet. Voor nu zeg ik nog nee. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, ik heb, dat vind ik dan wel weer leuk. En dat hoort natuurlijk bij het zaakwaarnemers zijn. Mm-hmm. Ik heb mijn contract laten ombinden bij NEC. En dat heb ik eigenlijk zelf gedaan. Oké. Ik heb ik ben met de directeur aan de tafel gezeten, we gaan onderhandelen en prima. Ik ben eruit gekomen. Ik heb precies wat ik wilde. Dat vond ik wel leuk. Je gaat je voorbereiden op hem. Wat wil je? Je bent met iemand bezig, met personen ben je bezig. Ja. En daar kan je op reageren. Dat vind ik leuk. En terugkijkend naar jouw carrière, hè? Dus je voetbalcarrière alleen. Het is best een moeilijke vraag hoor, maar heb je nou het gevoel dat je echt er alles tot nu toe uit hebt kunnen halen? Of vind je toch van, weet je, het had allemaal veel beter gekund? En tuurlijk, er zijn keuzes en dingen gebeuren along the way en dat begrijp ik. Maar kijkend naar de stappen die je hebt genomen, alle clubs waar je hebt gespeeld. Ja. Heb je echt het volledige eruit kunnen halen? Kijkend naar jouw kwaliteiten. Goeie vraag. Ik denk dat ik er alles aan heb gedaan. Oké, dat is het belangrijkste. Ja, ja. Ik heb dat altijd van het begin af aan gezegd. Niet dat je aan het einde van de carrière zegt, ja, had ik me harder getraind, had ik me dat gedaan. Ja. Nu ik erover nadenk, altijd, maar op dat moment had ik het gevoel dat ik de juiste keuze maakte. En daar gaat het eigenlijk om. Ja, ja. Ja, ik was zeker in het begin was ik beïnvloedbaar. Ja. En dat kwam ook een beetje door de opleiding die ik heb gehad bij Ajax. Mm-hmm. Heel veel geleerd in die opleiding. In de zin van, je krijgt onwijs discipline. Voorbeeldje, als je zaterdag een wedstrijd hebt in de jeugd en je kwam maandag te laat, dan speelde je zaterdag niet. Maandag? Ja, ja, ja. Je kon je fout niet herstellen niet door de week dat je drie uur van tevoren komt. Maakt niet uit. Nee? Dan begon je gewoon op de bank. Wauw. Ja. Dus ik woon in Diemen, dat was 8 minuten rijden. Ja. 3 kwartier van tevoren zei ik, pa, we gaan nu weg. Je mag niet te laat komen, je moet nu brengen. Ja, 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 ja. En eigenlijk een uur van tevoren zat ik al, pa, ben je al bijna klaar. Ja. En dus je zal me ook niet, ik zeg nooit, je zal me niet snel te laat zien te komen voor een afspraak. Ik heb het gemerkt vandaag. Je voor een ruim op tijd. Ja, ja. Voor een wedstrijd zal me niet te laat zien komen. Kan altijd een keer sporadisch gebeuren. Tuurlijk. Maar dat krijg je, dat wordt vanaf het begin af aan wordt het al ingepeperd. Dus in die zin heb ik een hele waardevolle, dan noem ik het eigenlijk, verlenging van je opvoeding gehad. Zeker, ja. Maar het was wel altijd, de trainer stond hier en de spelers waren hier. En wat ik net zei met de trainer, ja.
ik zou altijd iedereen erbij betrekken. Mm-hmm. En dat is eigenlijk in het voetbalwereldje, maar dat zal ook in het zakenwereldje zijn. Ja. Als jij werknemer bent en je hebt een baas die alleen maar loopt te zeggen wat je moet doen. En niks aan. Dat gaat op een gegeven moment tegen je werken. Dus je werkt ergens naartoe, dat moet je samen doen. Mm-hmm. Dus je hebt elkaar nodig. Maar, beïnvloedbaar dus. Op een gegeven moment, ik had dus last van mijn groeipijn en ging ik anders lopen. En dus ben ik een keer in de zomer heb ik doorgetraind bij een atletiekvereniging. Mm-hmm. En, oefeningen gehad, een bepaalde manier van lopen. En coördinatie, et cetera. Ja. En in de wedstrijd ga je echt niet zo lopen. Ben je met het spelletje bezig, is kort werk, daar heb ik nooit problemen mee gehad. Dus we hadden weer eens wat sprintjes, lange afstanden bij Ajax. En dus ik had die techniek geleerd, dus ik ging. En kwam de hoofdjeugdopleiding. Die was toevallig aan het kijken. En die zegt van, Overtoom, wat ben je nou helemaal aan het doen? Ik zeg, weet niet, geen idee, vertel maar. Ja, wat ben je nou helemaal aan het lopen? Hoe ben je nou aan het lopen? Ik zeg, geleerd trainen. Atletief. Nee, gaan we hier niet meer doen. Gaan we naar binnen. Serieus? Gaan we niet meer doen. Ja, ben ik gewoon van de training afgehaald. Door een hoofdjeugdopleiding? Een hoofdjeugdopleiding. Dus in die zin zou je het anders doen? Ja. Nu kunnen mensen dat niet meer tegen me zeggen. Hmm. Zeker in het voetbal weet je niet. Sorry, daar ben je wat te oud voor geworden. Iedereen speelt. Ja. Het is een teamsport. Maar iedereen zit er voor zichzelf. Tuurlijk man, tuurlijk. Het is gewoon zo. Ja. Dus als ik nu denk van ik wil krachttraining doen, dat is goed voor mij. En een trainer gaat zeggen van dat moet je niet doen. Dan ben ik nu zo slim om het zo te doen dat de trainer het niet weet. Maar dan ga ik niet zeggen, trainer, jij kan volgend jaar weg zijn. Klopt. Ik moet nog zoveel jaar. Ik vind het wel goed. Ja. Maar op dat moment had ik dat niet. Dus in principe omdat je zo invloedbaar was. Ik was natuurlijk jonger en je hebt die hele opleiding gehad dat eigenlijk de trainers zijn alles. Alles wat de trainer zegt, moet je eigenlijk doen. Ja, en alles wat ze zeggen klopt. Klopt ook. Ja. Dus als zeker een hoofdjeugdopleiding, die staat dan eigenlijk nog boven de trainer voor je gevoel. Ja. Naar je toe komt en die gaat dat zeggen, dan ben je helemaal van je apropos. Ja. En ik dacht van, dus als ik zo ga lopen mag ik niet trainen? Laat maar, ik ga wel trainen. Ja. En dus achteraf zou je het anders doen? Ja, maar met de wetenschap van toen had ik op dat moment de goede keuze gemaakt. Ja, want ik wist toen niet dat ik nee kon zeggen. Ja, zeg dat maar. Het anders kon. Ja. Ja. Maar dat is ook begrijpelijk, hè? Je bent ook dat nog is ook jong. Begrijpelijk. Maar ik vind dat toch wel kwalijk hoor. En niet zozeer van Ajax hoor, maar van clubs. Ik ga nu niet Ajax erop. Nee, heel veel clubs doen dat. Het was één persoon binnen Ajax. Zeker. Ajax is een geweldige club natuurlijk. Er komt heel veel vandaan en is geweldig. Maar je merkt wel bij heel veel clubs in Nederland, maar ook in het buitenland hoor, van als de trainer iets zegt, dan moet het gewoon zo gaan. Ja. En in het buitenland is het... De president zegt iets, dus dan moet het zo gaan. Hij kan gewoon in de rust in de kleedkamer komen en zeggen van, luister dan, Stuart, die gaat eruit, man. Ja. Terwijl je misschien een hele goede wedstrijd speelt, maar één bal heb je niet gegeven als hoe hij het wil. Ja. En dan kan je gelijk vertrekken. En dan moet je wel mee om kunnen gaan. Ja, vooral in het buitenland, man. Ja. Vooral in het buitenland. Want wat ik jou zei, 2-3 wedstrijden slecht, naar huis, man. Ja. Naar huis. Zonder geld. Want anders komen ze je halen. Ja. Snap je? Klopt. Anders komen ze je echt halen. Ja, je hebt al genoeg verhalen. Nee, hou op man. hou op. Maar ik zou jou wel graag in het buitenland nog willen zien. Ja, ik zou het ook leuk vinden. Gewoon puur omdat je dan weer een nieuwe omgeving krijgt. Ja. Mensen kijken weer met een frisse blik naar jou. Mm-hmm. En in de ideale wereld, hè? Dus laten we zeggen, het is nu augustus, september. Ja. Laten we zeggen, over 3 weken mag jij je eigen club uitkiezen. Je hoeft geen naam te noemen. Maar aan wat zitten we dan te denken? Ik snap dat het een combinatie zou zijn van sportief en financieel. Ja, dat snap ik. Je moet natuurlijk ook reëel zijn. Ja. Ik kan natuurlijk zeggen Barcelona. Ik maakte net een geintje. Ja. Kom op. mijn droom is altijd, en dat is een beetje mijn manier van voetballen, mm-hmm. Spanje geweest.
Ja, Spanje is lastig hoor. Zelfs de derde league daar is heel lastig. Heel hoog niveau. Ja. Dus ja, ga je dan puur voor het voetballen? Mm-hmm. Heel hoog niveau. Maar ja, kom je dan op derde, tweede niveau? Ik weet het niet. Ja. Of zeg je van, nou ja, weet je, Italië is ook mooi. Ja. Tweede niveau. Of ga je zeggen van, nou, wie weet in Zweden kan je op het hoogste niveau? Dat zou je zeker kunnen. Dat is een afweging wat je gaat doen. Ja. En of je gaat zeggen van, nou, ik ga naar... Qatar en je vult je zakken. Daar zou ik helemaal geen moeite mee hebben als je dat zou doen. Nee, ik denk het ook niet, maar... Maar de keuze is al altijd sportief. Het eerste wel. Ja. Maar goed, wat ik zeg, je gaat de afweging maken. Mm-hmm. Als je het sportieve kan doen, maar je kan het financiële zoveel meer krijgen. Mm-hmm. Eerlijk is eerlijk, we zijn toch broodvoetballers. Tuurlijk, iedereen. Vooral op deze leeftijd, snap je, wat je al zei, je hebt 10 jaartjes om te voetballen. Als je geluk hebt, ja. Weet je. Je moet er ook alles uit trekken. Ja. Dus, dan vind ik het wel mooi om het voetballers zeggen van, ja, nee, maar het is, dan gaan ze naar de een of andere iets en dan zeggen, ja, sportief uit. Ja. Wie hou je dan voor de gek? Ik heb dat maar gehoord. Dat een jongen naar Saudi-Arabië gaat of zoiets. Ja, ze hebben een mooi plan. Iedereen, zelfs mensen buiten het voetbal, ja. die snappen je als je die keuze maakt. Er is helemaal niks want mis. Iedereen die als, zou in diezelfde situatie dezelfde keuze maken. Ja, ja. Ik snap de keuze alleen niet soms als je al tientallen miljoenen hebt verdiend. Oh, ja, dan zit je in een andere positie. Ja, kijk. Maar dan gaan we weer. Ja. Wat is je levensstijl? Ja. Daar komen we toch weer op terug steeds, hè, met voetballen. Zeg, van, wat zijn je kosten, uitgaves? Ik kom er niet bij mijn hoofd bij. Hè. Mm-hmm. Maar goed, als jij 10 miljoen per jaar verdient en je maakt er 9 op. Dat gebeurt, man. Dat gebeurt. Ja, dat echt. Gebeurt. Ja, ik kom er niet bij. Ja. Ja, ik zou het nog lastig vinden, hoor. Om 9 miljoen op te maken. Kijk, ik heb nooit 10 miljoen gehad. Dus ik weet ook niet hoe dat voelt. Ik heb ook niet, ik ook niet. Een miljoen gehad. Ik weet ook niet hoe dat voelt. Maar ik kan wel begrijpen. Want dat is wat ik zie bij de jongens uit mijn buurt, zeg maar. Dat zij eerst helemaal niks hebben. Zij kijken op naar jongens van YouTube en tv, et cetera. Ja. En die pronken met spullen die niet van hun zijn. Dat is één, weet je. En dat zijn vaak ook geen mensen die denken over de toekomst, weet je. Of denken na over de toekomst. Dus dat, als dat jouw voorbeeld is, en jij kan opeens geld van gaan verdienen en je kan die dingen kopen, dan ga je ook alles kopen. Maar wie doet het goed? En dan komen we weer, wie doet het goed? Want stel je voor, mm-hmm. even afkloppen, ja. We komen straks onder lijn 9. Ja. Kan je zeggen, ja, maar ik heb wel alles eruit gehaald. Ik heb geleefd. Ja. Ja, dat is moeilijk. Dus wie doet het goed? Ik zie het altijd dan maar zo. Dan komen we weer. En wat ik net zei. Je moet doen waar je lekker mee slaapt. Ja, dat is wel zo. Dat is wel zo. Maar ik vind wel. Dat jij niet. Oké, ik ga niet zeggen wat je moet doen met je geld. Want dat is weer zoiets van. Je moet doen waar je goed bij voelt. Maar je maakt heel veel andere merken rijker. En jezelf alleen maar armer. Want je koopt dingen die geen waarde hebben. Ja. Kijk, een huis heeft waarde. Diamanten hebben waarde. Maar, snap je? Kunst heeft waarde. Je moet erachter komen. Dat is en wel zo. Sommigen komen erachter door dat mensen het vertellen aan ze. Mm-hmm. Sommige mensen komen erachter door het zelf te doen, te ervaren. En sommigen nooit. Dat doet me en heel erg nooit. Pijn. Ja. Klopt. Ja. Wat je al zei, dan ben je dadelijk 34 en dan zit je thuis in een klein appartementje, nee, in een flat, snap je? Uit 1935. Ja. Met een asbak en een fles alcohol, weet je? Ja. Maar ja, sommigen die vinden dat ook niet erg. Ik heb laatst, was heel mooi, waren allemaal programma's die werden herhaald. Mm-hmm. Ik weet niet of je dat hebt gezien, iedereen had het erover. Nee. Dat was met die man die de Flippo's had uitgevonden. Nee, ik heb nog wel Flippo's thuis trouwens, dat wel ja. Maar honderden miljoenen, die woonde naast Willem-Alexander. Serieus? En die had echt niet normaal veel geld, want die gingen echt als een gek over de toonbank, mm-hmm. die dingen. En, is het een Nederlander? Ja, een Nederlander. Kanon, en die
op een gegeven moment ging hij weer, want hij was natuurlijk een ondernemer, ging weer iets anders uitvinden. En op een gegeven moment, ja, door het weer volgens mij zelfs, fabriek onder water en dit en dat, helemaal uiteindelijk failliet. Hij had niks opzij gelegd. Maar als je die man zag, ja, je lacht. Als je die man zag, je man heeft gewoon de hele uitzending heeft hij gelachen. Hij was gewoon gelukkig. Man zag het leven, ja, nou ja, ik heb het gezien, ja, verkeerd gedaan. Ja. Hij zat zo. Dat kan je ook hebben, hè? Ik zou dat dus, niet hebben, man. Nee, ja, man. Ik ook. Ja, ik zou huilen. Ik ook. Depressief. Ik zou me opsluiten. Man. Ja, man. Ja, zo kan je het ook zien, hè. Zo kan je het ook zien. Ik vind dat wel een goede les, hoor. Weet je, van, ja, het is... Ja. Doe wat je blij maakt en je komt zelf wel achter de lessen. Wie doet het goed? Ja. Er is geen goede manier, het is geen foute manier. Ja, achteraf is dat misschien te zeggen. Ja. Maar, ja, ieder voor iedereen is anders. Dat is wel zo. Dat is wel zo. Nou bro, mijn vragen zijn op, man. Ja. Ik zeg je eerlijk, wil je bedanken voor vandaag? Jij bedankt. Nee, ja, echt jij bedankt, in. Man. Tuurlijk. Ik vind het altijd leuk om met voetballers te praten die sowieso een mooie carrière hebben. Ik vind wel dat jij een mooie carrière hebt gehad. Jawel. Ach, en kijk, hebt. Achteraf. Kijk even voor de suiker. Ja, ik maar ik vind wel dat je meer had kunnen spelen. Dat en meer dat, moet gaan spelen de komende tijd. Dat denk ik ook. Maar ik ga niet in een slachtofferrol gaan nee, zitten. Nee. Dat gevoel heb ik ook helemaal niet bij je. Maar tuurlijk. Ik, als je ziet van mensen met wie je hebt gespeeld. Zeker in de jeugd. Ja. En als ik heel eerlijk ben. Heb ik dat echt heel erg moeilijk mee gehad. Ja? Ja. Omdat ik zo we gaan even verder. Want wie zat bij jou in die lichting toen? Danny Blind zat er. Okay. Johan Kappelhof. Mm. Aras Ospilis. Mm-hmm. Shano Narsing. Hmm. Ja, weet je, en het is geen, want ik jaloers wordt altijd als iets negatiefs gezien. Het is gezonde jaloezie. Jij wilde, dat, jij vindt dat ook toch? Dat is dat niet zo, want ik het zijn andere woorden, maar jaloers en afgunst zijn twee verschillende dingen. Zeker weten. En ik ben jaloers op die jongens geweest. Oké, daar is niks mis mee. En wat je zegt, gezonde jaloers. Ik had dat ook gewild. Ja, en misschien ook wel verdiend. Weet ik niet. Dat zijn jouw woorden. Ja, kijkend naar de kwaliteit. Dus en als je dan in de jeugd speelt en je bent altijd het mannetje. En dan op een of andere manier stokt het. Hmm. Dan, terwijl je wel weet dat je het kan. En je hebt zo'n drang om het te laten zien. En je vindt het zo leuk om te doen. Ja, ik heb wel echt wel momenten gehad dat ik er echt wel lastig mee had. Ja, dat is ook wel begrijpelijk. Echt lastig mee had. Ja, ik had het ook lastig toen ik gedwongen moest stoppen. Ja. Maar dat was wel een andere situatie, omdat ik was aan het struggelen al die jaren om steeds weer aan een nieuwe club te komen. En dan kom je weer daar. En ja, maar dan gaan we heel erg overdrijven. Wie ben ik dan om te gaan jammeren als jij al moet stoppen met voetbal? Ja, ik kan niet meer, man. Bro. Ik kan gewoon voetballen. Ja, ik kan niet meer, man. Nee, daarom. Ja. Dat is wel eens goed en, om af en toe ook wel eens de andere kant te zien. Ja. Dat je om te kijken wat je wel hebt in plaats van dat je niet hebt. Ik wou dat ik nog alleen kon voetballen en niet eens meer professioneel, maar gewoon dat ik buiten met mijn vrienden gewoon echt een uurtje een balletje kan trappen. Maar dat gaat niet, man. Nee. Na 2-3 minuten. Dus, en dat is af en toe wel eens goed om te horen. Ja. Dan ga je waarderen wat je hebt. Ja. En dat is wel echt belangrijk, om dat af en toe wel te gaan realiseren. Ja. Je kan natuurlijk altijd maar gaan kijken van naar een Messi en dat soort dingen. Buiten categorie, ja. Weet je, dat is niet voor iedereen weggelegd. Je moet gewoon kijken wat je wel hebt en waar je blij van wordt. Dat moet je koesteren. Ja. En niet te veel gaan kijken van wat had wel gekund. Want dan ga je jezelf pijnigen. Nou, ga je in de slachtofferrol zitten? Nee, het biedt ook wel weer. Ik heb er ook wel heel veel van geleerd, hè? Ja, tuurlijk. Zijn levenslessen. Doordat ik niet heel erg omhoog ben gegaan, maar wel heel erg omlaag, heb ik dat ook gezien. Ik heb de bodem gezien en ik heb heel veel geleerd. En het zijn soms dingen die je eigenlijk niet wil leren, of nooit wil meemaken. Ja.
zeker. Maar je kan het wel weer gaan gebruiken in je verdere leven. Ja, ja. Ik hoop gewoon voor jou, gewoon echt, dat er een mooie club komt in een mooi land waar het warm is. Want dat vind ik lekker. Ja, ik ook. Ik waar het warm is, snap je? Waar gewoon, ja, waar jouw speelstijl bij past. Dus dan denk ik aan een Spanje bijvoorbeeld. Ja. Weet je, dat zou lekker zijn voor jou. Maar ook bijvoorbeeld de MLS, man. Dat zou ik ook heel leuk voor jou vinden. Omdat ik daar ben geweest. Ja. En ik weet, ik heb familie wonen in Amerika. Ik kom er elk jaar. Het is ook gewoon leuk. Het is een mooi land. Het is leuk. Je ziet heel veel mooie plekken. Je reist veel. Ja. Het zal een verrijking voor jou ook zijn. En daarnaast hoop ik gewoon dat je bankrekening, pap, nog groter wordt. Dat hoop ik gewoon voor jou. Ja, als ik dat mag zeggen. Dat hoop ik voor elke goede jongen, snap je? Dat is mooi meegenomen. En zeker. Het is echt cliché, maar geld maakt echt niet gelukkig. Het maakt wel een hoop makkelijker. Zeker. Vooral met die kleine erbij, zeker. Snap je? Het zou alleen maar mooi zijn dat die kleine ook wat moois mee krijgt als hij straks 18 is. Klopt. Toch? Is ook zo. Is goed, bro. Thanks. Yes.